Welkom bij Crash Chat, de informatieve slagader van het Impressfest. Ik ben vanavond alleen de late uitzending, want Henk is lekker in de modder aan het vroeten. Die heeft zijn eigen voorstelling. Even kijken, wat hebben we allemaal vandaag? Kinderplein, wat houdt het allemaal in? Kindervoorstelling, ik ben heel benieuwd. Er zitten twee gasten aan tafel, ga ik het zo even mee over hebben. We hebben nog een hele AV-afdeling. We gaan het nog hebben over de impressies. Wat houdt dat nou precies in? Ga ik ook nog allemaal uitgebreid op in. En we hebben live muziek van Zen. Belooft een hele leuke avond te worden. Ik zeg aan tafel. Bij mij aan tafel zitten Bianca Hazenberg en Ilse Koehorn. Bianca, jij bent een derdejaars EO'er. En dat klopt, dat is hartstikke mooi. En Ilse, jij bent een derdejaars artiest. Dat klopt ook. Nou, dus die informatie in ieder geval helder. Het Kinderplein, daar spelen allerlei kindervoorstellingen. En die spelen nog tot... Zaterdag. Tot zaterdag, ja. Dus zolang het festival duurt. Nee, dat is tot zondag. Dat is tot zondag. gisteren begonnen dus de allereerste voorstellingen. Ja. En ik heb een vraag aan jou, want jij hebt het georganiseerd, geloof ik. Ja, klopt. Waarom kinderen? In hemelsnaam. Nou, we hebben altijd een editie voor de ouderen. En het is ook altijd leuk om de kinderen erbij te betrekken. Het is een we willen in principe alle afstudeerprojecten ook laten zien. En we hadden ook een afstudeerproject zoals van Levi Veenstra, Maatje Piraatje. Nou ja, daar komen kinderen op af in principe. Ja, oké. Okay. En nog even over het Kinderplein. Wat houdt het precies in, het Kinderplein? Het kindercarnivalen, daar worden in de grote tent Groot Wild, daar worden de grote voorstellingen gehouden, zoals Weltrusten, daar speelt Ilse in. En Sprakeloos speelt daar zaterdag ook nog in, dat is wat voor wat meer jongeren. En wel hebben we ook nog de kleine tentjes op het carnivalen. En daar zijn de kleine theaterstukjes wat alvast voor de kinderboekenweek gemaakt wordt. Oké, okay, hartstikke. Ja. En ik heb ook nog gehoord dat er hierboven in de zaal ook nog een kindervoorstelling is. Ja, dat was van Maartje Piraatje. Dus inmiddels is dat afgelopen en Levi Veenstra is daarbij ook geslaagd. Nou, applausje voor Levi, dames en heren. Kun je wat inhoudelijks vertellen over die voorstellingen? Is er wat te vertellen over de voorstellingen? Ja. We hebben voor morgen staat Weltrusten nog ingepland. Maar misschien is het leuk als Ilse daar zelf wat over vertelt, want die speelt erin en die heeft het ook geregisseerd. Je hebt het geregisseerd ook nog? Ook nog, van erbij. Van alle markten thuis, zullen we maar zeggen. Jazeker. Nou, waar gaat de voorstelling over? De voorstelling dat gaat over een meisje, die heet Lotte. En de volgende dag gaat ze op schoolreisje. Dus ze wil een beetje uitgerust zijn, dus ze wil gaan slapen. Maar dat lukt niet helemaal. In de tussentijd komen haar knuffels komen tot leven. En die proberen haar, ja, heel spannend. En die proberen haar ook in slaap te krijgen. Oké. Okay. Ja. En dan moet ik me voorstellen dat er hele wilde avonturen beleefd worden. Ja, absoluut. Ja. Ja, van een hypnose tot een gewone slaapliedje. Dus ja, van alles. Oké, okay, en liedjes en theater neem ik dan aan. Ja. Want ik weet toevallig dat je heel mooi kan zingen. Dank je. Alsjeblieft. Ja, ik vind dat best even gezegd mag worden. Dus jij speelt in de voorstelling Weltrusten. En jij zit nu ook in je stageperiode, geloof ik. Ja, klopt. Nou, kun je daar wat over vertellen? Over je stage? Over mijn stage. Nou, ja. Ik heb gekozen voor een jaar gewoon om heel veel verschillende dingen te doen. Dus niet echt een vast jaar met bijvoorbeeld Theater de Steeg of Theater Water. En nou, ik heb bijvoorbeeld dingen gedaan, workshops gevolgd. Bij onder andere Musical Bootcamp. Ik doe dan echt de musical kant. En bij Joop van den Ende Kids Academy. Oké. Okay. En daar mag ik nu dit jaar, vorig jaar was ik daar echt om daar les te krijgen. En nu mag ik dit jaar er gaan om de kinderen echt te begeleiden. Dus ik ga telkens weer een stapje hoger. Oké. Okay. En ondertussen nog heel druk dus nu met kindervoorstellingen en ook nog met andere voorstellingen. Ja. Oké, okay, dus Joop heeft jouw talent wel beaamd, zeg maar, laten we zo zeggen. Ja. Ja? Je mag ook Joop zeggen? Of? Nou ja, goed. Ja, nou ja, soort van. Papa Joop. hoe was dat eigenlijk? Dat musical bij Joop, laat ik het zo maar zeggen. Bij Joop. Ja. Bizar eigenlijk. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En ik heb dan een persmoment gehad. En dat was voor de Sound of Music. En dan mocht ik de oudste spelen. En dat was gewoon, heb je opeens al die mensen waarvoor je normaal een kaartje koopt. En die staan allemaal naast je en die gaan gezellig met je praten. En echt over het vak hebben. Dus ja, het was echt een fantastische dag. Was je een beetje starstruck? Was er nog iemand bij dat je denkt van...
Nou ja, als je naast Joop staat, dan ben ik toch wel snel verkocht, ja. Ja, Joop is wel een mannetje? Ja, absoluut. Ja, heb je nog een gesprek gehad met Joop? Heb je nog met iemand... Nou ja, gewoon gesprek. Geen echt zakelijk gesprek, maar gewoon een leuk gesprek, ja. Oké. Hartstikke fijn. Heb je je stage gehaald trouwens, weet je dat al? Ja. Ik heb hem gehaald, ja. Oh, nou, ja. Prima. Hartstikke mooi. Hartstikke leuk, ja. Toch even terug over het kinderplein, want dat is jouw afstudeer... Klopt, inderdaad. Voorstelling, dan moet ik het zeggen, of afstuderen project, laat ik het zo noemen. Inderdaad. Ik organiseer het allemaal, hè. Ja, ja, ja. Ik zit achter de schermen. En wanneer hoor jij of je geslaagd bent? Nou, ik heb tot en met zaterdag nog mijn evenement. En dan neem ik aan dat ik dan hoor dat ik voor mijn evenement geslaagd ben of niet. En dan heb ik 25 juni dat ik mijn plannen nog moet presenteren. En dan krijg ik daarna direct te horen of ik geslaagd ben. Oké. Ja, het is heel spannend allemaal nog. Goed gevoel over? Best wel. Best wel. We zullen het gewoon even afwachten. Ik laat het over me heen komen. Wat zijn eigenlijk de dingen waar je echt tegenaan loopt als je nou zo'n, laten we zeggen, kindervoorstelling maakt? Of zo'n kinderfestivalproject? Je moet op tijd beginnen. Op tijd beginnen met scholen te benaderen. Uiteindelijk krijg je wel heel veel terug van, ja, we zitten met, want het is allemaal in juni. Alle scholen die gaan naar het einde toe van het jaar. En dan begin je met, ja, we zitten met schoolreisjes, het geld is op. Dat is heel veel wat je terugkrijgt. Ze kunnen het niet meer inplannen. Dus dat is één ding waar je gewoon wel echt rekening mee moet houden. Het is voor mij het eerste keer dat ik dit ook heb georganiseerd voor kinderen. Dus ja, daar ben ik wel achter gekomen. Ja, dat was mijn vraag. Hoe krijg je die kinderen nou eigenlijk naar zo'n festival? Er was vroeger wel een potje voor, geloof ik, maar met de huidige bezuinigingen, et cetera. Ja, dus hoe krijg je die kinderen hier? Ja, die scholen hebben inderdaad dus gewoon echt allemaal... Oh, nog wel? Ja, nog steeds allemaal een heel klein potje. Dus het is wel heel lastig, want het gaat uit naar een schoolreisje en dan meestal is het potje wel echt al gewoon op. Nou ja, sommige scholen zijn al geweest, heb je goed contact meegelegd en... Nou, die zijn zo onder de indruk geweest. Nou, die hebben altijd zoiets van, oh, het is zo leuk. En we willen graag nog weer een keer komen. We hadden ook weer vandaag een school wat vorig jaar ook al aanwezig was geweest. Oké. Nou, die zijn nog altijd dol enthousiast. Oké, nou. Ja. Heb ik nog een vraag van jou? Want jij hebt de kinderen. Waarom heb je eigenlijk een kindervoorstelling gemaakt? Laat ik daar eens mee beginnen. Nou, ik heb het op school hier vaker gedaan. En dat vond ik echt superleuk. En ik had samen met twee klasgenoten het idee van... Nou, we willen eigenlijk wel weer een kindervoorstelling doen en er was veel vraag naar. Dus toen denk ik, nou ja, waarom niet? En toen zijn we begonnen met wat ideeën en daar hebben we een script uitgemaakt en zo hebben we het verder uitgebreid. Is het spelen voor kinderen, is dat nou heel anders dan het spelen voor volwassenen? Ja, ja, je merkt wel echt verschil. Dus gewoon voor kinderen mag je gewoon alles veel groter. En het is ook gewoon heel ander publiek en je hebt veel meer meestal interactie met de kinderen en die reageren veel anders, veel eerlijker. En ik vind in die zin gewoon echt veel leuk om te doen, ja. Zijn er nog dingen tijdens de voorstelling dat je echt denkt van... Ja, ik weet niet, ik heb zelf ook een keer, ga ik weer met mijn eigen verhalen vertellen, voor kinderen gespeeld. Maar ik merk heel erg dat als je met kinderen speelt en ze vinden het niet leuk meer... of ze verslappen een beetje de aandacht, dan gaan ze ook zwerven. Of ze lopen gewoon echt weg, dat heb ik ook wel eens gehad. Ja. Dat zal wel meer aan mij liggen, denk ik. Maar hoe heb jij dat... Dat hebben we helaas ook wel gehad. Of dat kinderen gaan huilen, ja, dat heb je, ja. Ja, dat ze het eng vinden of dat ze daarna inderdaad weggaan, maar ze zijn gewoon eerlijk. En als je merkt dat het minder gaat, dan probeer je de energie te verhogen en dat het goed gaat. En dan mag gewoon echt hopen dat het goed gaat, ja, dat is altijd afwachten. Godzegen de greep. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ik wil jullie alle twee heel graag bedanken dat jullie hier bij mij aan tafel hebben gezeten. Ik hoop dat jij nog een voldoende krijgt, laten we het zo zeggen. Ik denk het haast wel. En dan wil ik toch nog even de vraag stellen die ik eigenlijk aan iedereen wil stellen. Ik weet niet, hebben jullie iets met voetbal? Zeker weten. Ja, echt waar? Ja, ik heb zelfs op voetbal gezeten vroeger. Meen je? Ja. Wie gaat er winnen, het EK of het WK? Ik heb een heel sterk gevoel dat of Brazilië of Portugal het gaat worden. Portugal, die heb ik nog niet eerder gehoord vandaag. Ik weet niet, mijn gevoel zegt dat gewoon. Oké. Okay. Ja. Nederland. Nederland. Ja hoor. Nee, duidelijk geen verstand van voetbal. Maakt niet uit. We gaan door naar de muziek. We hebben een bassist op het podium staan. Die is helemaal solo. Die gaat twee nummers spelen. Eén van de Beatles en één van Jaco Pastorius. Alsjeblieft, mag ik een applaus voor Zen. Thank you.
AV'ers presenteren deze week ook hun afstudeerfilm. En daar is zelfs een hele awardshow omheen verzonnen, de Impressies. En om daarover te praten, bij mij aan tafel zit een Erik Kramer. Jij bent het hoofd van de AV-afdeling, van de AV-opleiding. Joost Wieringa, dat is een oud AV'er, afgestudeerd geloof ik. Zeker. En cameraman. En Lorraine Kaan. Ik had je naam vanmiddag al verkeerd uitgesproken. Ja. Dus bij deze Lorraine. Erik, ja. Heb je zelf al wat films van die vierdejaars afstudiefilms gezien? Want jij zit in de jury. Nee. Jij zit niet in de jury, maar je hebt wel films gezien. Ja, kun je me daar wat over vertellen? Ik heb net, we hebben de kop, de spits afgebeten. De kop is eraf, om het zo maar te zeggen. Nee, ik heb de eerste twee films gezien van Danny Mollema en van Michiel Ruitenbeek en Jeroen Jonker. Project Roemenië en een documentaire over Klaas Dijkstra. Dus dat is heel interessant. Dus morgen komt er nog één. Is dat goed? Interessant? Jazeker. Ja, ik weet het niet. Interessant. Kijk, we zijn een opleiding. We proberen heel breed eigenlijk uit te stromen. Dit is nog de lichting die zeg maar afstudeert op editing, camerawerk, licht of geluid. We zijn inmiddels veranderd in AV-specialist en fotografie. Toch hebben we altijd een heel breed palet eigenlijk studenten uit willen laten stromen. Van mensen die een documentaire kunnen maken, die een film kunnen maken, een videoclip kunnen maken, een mooie foto kunnen maken, op toegepast, op autonoom gebied. En interessant aan deze club, ik weet dat er ongeveer 3 zijn documentaires. 3 documentaires? 3 documentaires, zit een videoclip bij, daarnaast is er gewoon een eindfilm, een kutfilm. Prachtig. Een kutfilm of? Ja, nee. Zeker. Ja, kutfilm gewoon. Ik moet hem nog zien, dus dat wordt heel spannend. En we hebben natuurlijk studenten die meewerken aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld zoals Thomas Venema, die heeft van For Infinity, voor de rug 400 jaar film. Heeft hij meegewerkt, heeft die special effects verzorgd. Dus ook een vierdejaars. Dus ja, breed palet. We hebben natuurlijk ook nog de foto-expositie. Doet er alleen niet mee aan onze impressie. Oké, okay. De impressies is echt voor de film. Ja, echt voor de film. Dat is ooit besloten, vorig jaar ooit besloten, om film toch net iets meer even aandacht te geven. En ik vind dat natuurlijk hartstikke leuk. En dan zie je ook wat ze maken. Ja, is er een, ik weet niet of het een goede vraag is, maar is er een reden waarom er zoveel documentaires gemaakt worden? Nou, dat weet ik niet. We bieden we in principe wel aan de eerste en tweedejaars documentaire aan. Dus waarschijnlijk is het een gewaardeerd vak. En is het toch een mooie manier om toch een verhaal te willen vertellen. Kijk, het zit tussen zeg maar een soort cameo filmpje in en een film maken. Dus wel een verhaal willen vertellen. Een waargebeurd verhaal. Meestal
toch op een artistieke wijze. En dat is toch waar mensen dan voor kiezen. Ja, dit is misschien een beetje mijn ontwetendheid hoor, maar je hebt bij documentaires ook een regisseur. Dat klopt toch? Nou, is vaker te maken. Ja, ja, maar is het niet juist zo dat een documentaire juist niet geregisseerd moet zijn? Ik weet het niet hoor, dat is misschien mijn ontwetendheid die spreekt. Maar alles is geregisseerd. Alles is geregisseerd. Dus als je naar een documentaire zit te kijken, is het van tevoren bedacht. Als het al van tevoren bedacht is, is dat niet zo, dan is het wel achteraf bedacht. Wij zijn filmmakers. Wij zijn God. Wij bepalen hoe de wereld eruit ziet. Dus ook de documentaire en dus geregisseerd. Oké, okay, ja. En heel bescheiden. Joost. Ja. Was jij tevreden over jouw afstudiefilm? Ik moest er twee maken. Twee? Ja, en met een... Eentje wat ik buiten school moest doen en eentje bij mezelf. En ik was met eigenlijk allebei totaal niet tevreden. Oké, okay, toch afgestudeerd. Ja, dat wel. Oké, okay, waar gingen die films over? Ik heb één videoregistratie gemaakt van een live performance. Nou, dat was niet echt een live performance, maar het werd normaal opgevoerd als live performance. Maar het hebben het hier in school, volgens mij direct rechtstreeks hierboven opgenomen toen. Dat was echt kut. Maar dat niet, ja. Okay. Maar wel heel erg veel van geleerd. Juist misschien omdat het zo slecht ging. Waarvan heb je een registratie gemaakt? Dat was van Nina Wijnmalen, van bekend van Wissen misschien, die hier op school nog steeds rondloopt. Zij deed een performance en daar heb ik met een cameraman een geluidsman aangestuurd. En daar hebben we een registratie van gemaakt. Waarom was het kut? Nou, het was meer omdat het vanuit mij kut ging, niet zozeer dat de performance bijvoorbeeld heel kut was. Mm. Maar ik had gewoon eigenlijk te weinig gecommuniceerd met mijn klant of opdrachtgever, wat eigenlijk op dat moment allebei was. Over hoe het eindproduct eruit moest gaan zien. En daardoor echt heel veel dingen eigenlijk veel beter had kunnen doen. Okay. Zij was wel tevreden, maar Erik heeft mij toen geleerd en verteld dat ook als ik moet weten dat iets beter kan en dat ik daar een klant van moet kunnen overtuigen en dan een beter product neer kan zetten. Waar we uiteindelijk allebei meer tevreden mee zijn. Oké, okay. En de tweede film? Dat is iets wat ik zelf opgezet had, iets wat ik al heel lang wilde doen. Een beetje gek film gemaakt met wat toen nog heel onbekend was, maar dat waren van die pakken dat je in één keer een hele kleur hebt, wat nu bekend is als moordsuits. Ja. Was toen nog helemaal niet bekend en daar had ik een aantal van gekocht in allemaal rare kleuren en een gek verhaal bedacht en dat gefilmd met toen net DSLR opkwam met de 7D, wat ik toen wel heel geweldig vond om te doen. Dat is een hele bekende Canon camera. Ja, ik weet er alles van. Tuurlijk. Kan mij alles vertellen. Ja, daarom. En nou ja, met veel te weinig kennis, maar veel te veel plezier en enthousiasme in die film gemaakt. En, kut. Ja en nee, ik zeg het nou wel heel hard, maar eigenlijk was ik toen in het begin heel erg tevreden. Ja. En dat vond ik echt gewoon heel erg tof. Ja. En daar toen met Erik heel veel over gepraat en daar ontzettend veel van geleerd. Maar achteraf zou ik het niet meer zo doen. Niet meer zo doen, oké. Okay. Ik hoor je heel vaak de naam Erik, hoor ik heel vaak vallen. Wat vond je eigenlijk van Erik als docent? Ik weet niet, heb ik jou ooit als docent gehad? Nee, ik heb jou nooit. Hij is mijn... Wat vind je van Erik als mens? Oh, geweldig. Ja. Hey, ik heb erg veel goede herinneringen aan Erik. Ik heb een aantal jaar wat biertjes van hem te goed gehad. En die heb ik ook gekregen uiteindelijk. Met veel plezier. Maar daarvoor echt... ik weet niet, ik denk dat we wel een beetje op eenzelfde niveau over leuke dingen kunnen praten. En dat kan er van alles zijn. Van metalmuziek tot films maken. Voetbal. Nee, niet over voetbal. Niet over voetbal. Nee. Geen voetbal liefhebber? Er staat trouwens 1-1 mensen. Ja. Oh, wie speelt er daar? Ik weet het niet eens. Brazilië, Kroatië. Eigen doelpunt door Brazilië. Eigen doelpunt. Nee, ja. Dat is morgen. Oh. Loreen. Ja. Jij zit ook nog aan tafel. Klopt. Ja. Jij bent een eerstejaars AV'er. Ja. Hoe bevalt de opleiding? Nou, ik vind het eigenlijk best wel tof. Ja, nee, ik vind het echt leuk dat je ook met iedereen samenwerkt. Zo anders dan... waar ik hiervoor zat in ieder geval. Wat heb je hiervoor gedaan? Ja. Ja, nou ja, gewoon... Ja. Als je dingen wilt vragen, doe je ding, joh. Ja, tuurlijk. Nee, maar VWO. Dus dan worden vakken je gewoon verplicht en doe je iets wat je leuk vindt. Dan werk je samen met Pet, met muzikanten, met artiesten. Om een film te maken bijvoorbeeld, of fotoshoots of zulke dingen. Dus ik vind het super tof. Oké. Okay. En waar heb jij je in, of waar wil jij je in gaan specialiseren? Weet je dat al? Ja, ik ben veel bezig met fotografie, eigenlijk. Ja, maar het is wel zo natuurlijk, film zit ook in de opleiding. Daar leer je ook veel over, dus ik begin wel veel met film ook wel bezig te zijn. Dus ik weet het nog niet heel zeker allemaal. Oké. Okay. Maar ik heb ook nog tijd zat, denk ik. Ik denk het wel. Ik denk 3 jaar, dus... Toch? 3 jaar nog? Ja. 3 jaar, oké. Okay. Heb jij nog wat gedaan voor het Impressfest? Kunnen we je nog ergens in bewonderen? Ja, nou ja, het was dat we allemaal een eindfilm moesten maken. Maar
heb ik niet op tijd afgekregen. Oh, pijnlijk. Nee, ik maak tijdens de presses foto's. Maar ik heb verder niks voor gedaan of zo. Niks, nee. Nee, oké. Okay. Dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor jullie allemaal. Wat is de beste film ooit gemaakt? Jezus, wat een kutvraag. Ja, ja. Leuk hè? Leuk hè? Ja, ik heb wel een idee. Ik noem meestal twee films, ja. Maar ik zal er nou eentje houden. En dat is eentje waar ik ook op deze school veel met mensen over gehad heb tijdens menige gesprekjes. Irreversibele, van Gaspar Noé. Oh, ja. En dat is een... Nee, ik ben een leek, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die zeggen dat je die film moet laten zien aan iedereen die 12 wordt, bij wijze van spreken. En er zijn mensen die zeggen dat je die nooit aan iedereen moet, aan niemand moet laten zien. Er zit, is bekend om een, er zit een 12 minuten lange verkrachtingsscène in. In een metro. En het is echt, echt, echt heel gruwelijk. Maar dat is ook de bedoeling van de regisseur, om te laten zien hoe erg zoiets kan zijn. De film heet Irreversibel, is totaal omgedraaid. Dus de scènes zijn wel gewoon, een scène is van A tot Z gespeeld. Maar scène 1 begint eigenlijk pas als allerlaatste scène. Maar anders dan Memento. Ja, en niet als Memento, maar voor Memento. Ja. En veel beter dan Memento. Iedereen preest Memento, is ook een toffe film. Maar ook in het Frans, wat nog vind ik veel sterker maakt, verbaal in de Franse taal, is echt perfect voor zowel haat als liefde. Wat er, de mooiste seksscène zit er ook in. Er zit de lelijkste verkrachtscène in, maar de allermooiste seksscène ooit zit erin. En hij eindigt heel blij, waardoor die film nog kutter is. Echte familiefilm dus. Ja, ja zeker ja. Met je vriendin kijken op eerste date. Ja, zeker. En Finding Nemo of zo. Ja, ik zal er wat te jong voor zijn of zo. Nee, ik, die vraag wordt zo vaak gesteld, maar ik heb echt niet echt een nee. Nee, niet echt mijn antwoord of zo. Houden we het op Finding Nemo? Ja, vind ik goed. Hartstikke goed. Ja, nog, toch nog even heel kort, wie gaat winnen, het WK? Oh. Het WK? Ik. Jij? Ja. Ja. Nee, je hebt niks met voetbal. Nee. Nou ja, wat wel heel leuk is natuurlijk, morgen hebben we hier een mooie filmzaal. Hier. We hebben een hele mooie filmzaal hier. Een gekke filmzaal daar tegenover. Super druk. En stoeltjes zat. En morgen hebben we natuurlijk de prachtige première van Tim Legner over El Art. Daarna de prachtige première van Nederland-Spanje. Op een hele mooie beamer. Dus iedereen kan erheen met biertjes en drankjes en hartstikke leuk. Ik zeg, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. En je had het net al even over Tim Legner. Die heeft een afstudeerfilm gemaakt. En daar gaan wij eventjes een fragmentje van bekijken. Simons. I come from Finland and I work as a project manager and producer. I live in Holland where I have another job at World Press Photo and I do then part-time international projects for Yrkes Akademin. This box is the object, but I'm taking this one instead because for me it's in a naive way freedom and art is freedom. Het schoenendoosprincipe, je hebt een creatieve kapitaal, dus de studenten hebben allemaal materiaal in hun hoofd zitten, want je kijkt films, je kijkt tv, je bent als het goed is bezig met je kunst. Ik heb gevraagd of ze allemaal objecten mee willen nemen die ze dus in de schoenendoos doen en die hebben we op de tafel gelegd en zijn we gaan bestuderen. Er zijn combinaties gemaakt tussen objecten en vanuit dat principe is er gebrainstormd. And there's this thing in Finland, there is no word for it in English or any other language, called jantelagen. Jantelagen. And it means pretty much the opposite of the American way of life. I mean, jantelagen tells you, you're nothing more than anyone else. Don't, you should blend in. Mm-hmm. You should be nobody, just fit in with everyone else. You should do your thing, but nothing more. And I think that's holding back the Finnish people. And that's why I have
put newspapers all around my box, and inside there's Finland. It means whole Finland is like pushed down by media telling you how to behave, how to be, and you should not be anything else than just one person doing his job and then nothing more. And because I'm a drummer, then there's a drumstick pointing out of my box, and that symbolizes that my way of thinking is if you have a talent, you should embrace it, and you should not be afraid of people telling you, oh, come on, you're not worth anything. I've been building wooden boats for half a year. Been going on for many years already. Yeah, 2-3 years, depends of course how many people you work on. Ben jij nou ook heel erg nieuwsgierig naar hoe deze film verder gaat of wat er eigenlijk allemaal gebeurt? Dan draait hij morgen in de bioscoop hier op het Impressfest. Morgen, want dit is alweer het einde van de show. Ja, het komt er alweer aan, het is alweer gebeurd. Morgen hebben we nog iets heel leuks. We hebben namelijk een paar mannen van de mannenvoorstelling en een paar vrouwen van de vrouwenvoorstelling. Dat wordt ongetwijfeld heel veel gebekvecht. En we gaan nou even kijken wie nou eigenlijk het, laten we zeggen, sterkere geslacht is. Ik wil niet zeggen dat ik bevooroordeeld ben, maar we hebben ook nog afstuderende artiesten. Vierdejaars artiesten, waaronder Sarah Lukke, geloof ik. En ik wil graag al mijn gasten bedanken. Ik wil het publiek graag bedanken. Ik vond het hartstikke leuk en ik zeg tot morgen.